Ik heb ook een leven naast het vloggen. Ja, en naast het Facebook gebeuren. Heb ik ook nog gewoon een normaal leven. En een buffetkoopkamer. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van de avond. En tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben heel erg laat. Het is 14:57 en het is 3 mei en we leven op zondag. Maar ik ben heel erg laat uit mijn bed komen rollen. Althans, Rijkhuis is al laat geweest hoor. Ja, 2 keer zelfs, dus ja. Maar ik heb vannacht zoveel pijn aan mijn linkeroor gehad. Ik heb niet geslapen daardoor, nee. Dus ja, dan val je pas tegen de ochtend in slaap. Het was 8:00. Ik heb het nog 8:00 zien worden, ja. Daarna ben ik pas in slaap gevallen. Met medicatie. En ik voel momenteel niks. Even afkloppen. Ja. Maar iedere keer steken in mijn oor. Was niet leuk meer, nee. Maar oké, ik ga dan lekker met mijn meisje lopen. Het is prachtig mooi weer en daar geniet ik van. Ik heb hetzelfde koffie maar weer aangedaan dan gisteren. Ik denk, jurk, dat komt dan allemaal weer. Ja, dit is schoon, die jurk is schoon. Maar dit heen voor het grijpen, mijn jurk niet. Ik denk, dat komt al hoor. Ik denk, dan dit maar aan. Ja, ik denk ook tenminste met de stoel in en doen. Simpel. Vanaf is binnen, die is ook al de hele ochtend eruit geweest. Die is net binnen. En ik denk dat die zometeen wel weer naar buiten gaat als ik naar buiten ga met Rijka. En we gaan lekker even aan de wandel. En gewoon even het normale blokje, want ik heb nog genoeg te doen. Ik moet nog weer filmpjes in elkaar zetten, etcetera. Want ja, jullie hebben niks meer te doen bij mij op mijn kanaal. En dat moet niet, nee. Maar dat komt allemaal goed, mag ik hopen. En we bekijken het wel. Ja, toch? Ik zie hoe ver ik kom, want ik moet ook nog filmpjes van de afgelopen week in de mappen doen. Dus dat moet ik eerst doen voordat ik ga renderen. En dan zien we wel weer. En ik, het komt allemaal ter weinig tijd wel goed. Jullie moeten gewoon even geduld hebben, want ik heb ook een leven naast het vloggen. Ja, en naast het Facebook gebeuren. Heb ik ook nog gewoon een normaal leven, zoals iedereen. En ik heb nou eenmaal een lief klein hoppadoopje daar al. En ik kan niet alles vloggen, hè. Daar ik met een stok loop. Dus ja, ik kan niet alles tegelijk. Iemand die niet minder valide is of invalide is. Die kunnen meer, dus echt gezonde mensen kunnen meer dan wij. Nou, ik kan al een hoop dingen tegelijk laten staan, hè. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van het prachtige mooie weer. Ga ik ook lekker doen. En wie weet, zien we wel. Ik zie jullie straks sowieso wel weer, oké? Dat spreken we af. Nou, tot dan. Ja, lieve vrienden, het is vandaag gewoon een heerlijke zondag. Lekker rustig. Ja, geen bezoek gehad. Krijg nog wel bezoek, mijn achterbuurvrouwtje. Nou, hartstikke leuk. Ja, ik heb nou alle filmpjes in mappen. Ja. Nou is het van de week proberen even wat te gaan renderen. Ik hoop dat ik daar aan toe kan komen. Maar even wat anders. Ja, ik had gisteren van de week, had ik jullie meegenomen. Op de normale kleine route die ik met Rijka doe. Omdat er aan de overkant bij die bouwput ook een nestje lag. Maar omdat het meerkoetje er niet op lag, dacht ik van dat die heeft nog niks of er is nog niks of dat nog geen eitjes. En dan zou je het beleven, hele camera niet bij je. Dan legt de dame er wel op. Ja, en het mannetje die zwom ook rond. Dus ja, ik weet het niet, maar oh, jij hebt weer het eten van Ewin opgegeten, terwijl jij je eigen eten op moet eten. En de buffetkoopkamer. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van de avond en tot later.